Het was een goed jaar voor Peter. Hij heeft met zijn druiven prijswinnende wijnen gemaakt. 2018 was een topjaar. Alle druiven die we hadden, die werden rijp. En dat betekent ook dat we dus alle druiven hebben laten hangen. En dat wij mooie wijnen hebben kunnen maken in 2018. Pels heeft 4 wijnen ingestuurd en heeft 4 keer prijs. 2 bronzen medailles, 2 zilveren medailles. De bronzen medaille voor onze Havelte Grijs en onze Havelte Wit van 2018. En een zilveren medaille voor onze Havelte Rood en onze Havelte Bruut. De champagne die we vorig jaar op de markt hebben gebracht. Pels is met zijn wijnen al eerder in de prijzen gevallen. In 2017 hadden we 1 keer zilver en 2 keer brons, als ik me niet vergis. Vorig jaar hadden we 1 keer brons en 1 keer een winkeurzegel. En dit jaar zijn we helemaal met de top 10 doorgegaan. Met 2 keer zilver, 2 keer brons. Het maakt me heel trots en geeft me ook een gevoel dat we goed bezig zijn. Het leukste aan het beroep van wijnboer is natuurlijk het proeven. Wij maken onze wijnen en als wij dan gaan proeven, dan proeven wij het liefst 's morgens vroeg voordat we onze tanden gepoetst hebben. Dat klinkt heel gek, 's morgens vroeg al aan de wijn, maar dan zijn de smaakpapillen zijn nog helemaal blanco, zijn nog helemaal open. En dan kan je het best je wijnen proeven. En dan weet je ook of ze het proces, zeg maar, of dat goed gaat, of dat er misschien ergens een foutje in is ontstaan wat je misschien nog kan repareren. 2019 zal niet hetzelfde zijn als 2018. 2019 ziet er ook goed uit. Wij wijnboeren roepen altijd van 2 topjaren achter elkaar, dat bestaat niet. Ik wil niet zeggen dat 2019 een slecht jaar is, absoluut niet. Het is een goed jaar, maar het is geen 2018.